Ik dacht dat het met dat filmpje was over de secondenlijn. Dat iemand reageerde op een systeem fastcap. Dat is een lijnpot die niet drupt en altijd doet. Nou, is dat niet mijn grootste probleem? Als je zo'n pot met lijm van melklijm hebt. Want hij is nou meer dan de helft geleegd. En ik koop zo'n grote pot. En ik neem dan ook zo'n klein potje van die melklijm. En als die leeggespoten is, dan vul ik hem uit de grote pot. En dan doet hij het gewoon weer. Want het probleem is, als je dit omdraait, en dan moet je schudden dat het weer beneden is. En iedere keer als je dat wil doen, dan sta je weer te schudden. Of je moet hem ondersteboven in een houder gaan zetten. Dat soort probleemoplossingen. Maar het is een misschien een luxe oplossing. Maar dat wou ik natuurlijk proberen. Kijk, zo'n pot krijg je dan. En er zit iets op die tuut. Dat moet eraf. Dat is een extra onderdeel. En dus dit is de schenker. En daar zit dan zo'n dingetje op die hem afsluit. Dat voelt wel, het is zacht. Het is niet moeilijk om dat erop te doen. Dat is wel handig. En dat noemt de gluebot, geloof ik. Dat ik heb de neiging om dit papiertje eraf te willen halen. Maar er staat hier natuurlijk wel een soort informatie op. Oh, wacht even. Dit is plakband. Kijk, dat kan je er zo afhalen. Oh, dat is niet zo moeilijk. Kijk, dan hebben we dit. En dan kan je ook gelijk zien hoe vol dat die is. Hier zou je mee moeten vullen daar. Over moeten gieten vanuit de grote pot. En het zou dan goed. En als je hem dan gebruikt en je doet, dan doet hij het gelijk. En als je ophoudt, dan loopt hij niet na. Dat is de kunst van dit ding. Dat gaan we proberen. Ik heb hier nog een dingetje, dat haal ik er net af. Wat dat is, weet ik niet. Maar ik heb even gekeken op de website van iemand die daar enthousiast over was. En die had klachten over dat hij een ding apart moest kopen. Nou, ik zie niet in wat dit is. Het is, je kan het ergens opschroeven. Ik denk op de neus. Even kijken. Of op de schenker. Even kijken wat er dan gebeurt. Als ik dit er nou opschroef. En wat gebeurt hier dan mee? Of hiermee? Ik heb hier nog een extra tuusje. Oh, dat zal erbij horen. Ik ben altijd met die extra onderdelen een beetje bang. En wat je hierna mee moet. Dat is voor heel fijn spul. En is dit om de afstand te bewaren of zo? Je kan dit. Tjuut. Dat is misschien wel lekker. Maar dit is een heel klein dun straaltje. Dus of je nou. Maar die kan je weer niet afsluiten met dit, denk ik. Hoe moet je dit dan afsluiten? Kan dat afgesloten worden? Nee. Dus ik zie niet in hoe je dat kan afsluiten. Dan zou je dat er weer af moeten halen. En deze er weer op moeten doen. Want deze kan je grof instellen. Ik denk dat ik die eerste twee oversla inderdaad. Ik zal beginnen met één eraf te knippen of te snijden. En dan gaan we daarmee oefenen. En wat ik hiermee moet. Ik hoop dat het op die handleiding staat. Dat kan je zonder beschadigen eraf trekken. En dan gaan we dat eens bestuderen. Oh, kijk. Dit kan je over een randje heen doen. Dat zie ik al hier.
Ja. Oh, en er is, hier zie ik al, en dit kan je dan even hierop doen. En dan kan je dit gebruiken. Dus dit moet even bovenaan. Het voelt dat dat plastic gauw kapot zal gaan. Als je dat te vaak... Dit voelt niet erg... Een beetje dun rubberachtig. Nou, en deze die plaats je dan weer hierop. Dat zet je hierop. Oké. Okay. Tadaa, we zijn erachter waar dit voor is. Dat is om het midden te kunnen richten van een dun plankje. Dat is wel leuk. Maar hij zegt, je kan er de dun mee spuiten en groter. Maar als je deze eenmaal hebt afgeknipt, dan kan je niet meer die dunne gebruiken. Dus je zal eigenlijk nog zo'n tuutje moeten hebben, 2, 3. Nou heb je 3 maten. En dat is misschien die klacht die ik zag van die man, dat hij iets tekort kwam. En dat is, die moet je dan apart kopen, die tuutjes. Want als je zegt van die dunne die voldoet niet voor iedere ding, dan ik wil ook die andere gebruiken. Ja, dan knip je hem af en heb je die andere niet meer. Die eerste heb je niet meer. Dus dat is een nadeel. Nou, en dit, ja, als het een keer voorkomt, je legt het lekker in je laadje. Ik heb een speciaal laadje met speciale dingetjes. Dus die leg ik daarin en ik hoop dat ik onthoud dat ik hem heb. Dat ik, als het probleem eenmaal daar is, dan doe ik het toch zo uit de hand. Dat kan ook. Dan geloof ik geen probleem meer. Dus dit is een, ja. De problemen zijn haast te klein om een oplossing te zoeken. Maar ik leg hem, dit blaadje, ook even in mijn bijzondere dingen laadje. En dan als ik denk, hey, waar had ik dat ook alweer? Dan kijk ik in mijn bijzondere dingen laadje. En dan kan ik het waarschijnlijk alweer terugvinden. Nou, deze opening is vrij grof, die ik gebruik. Maar het nadeel van dit dopje is dat je hem er niet te goed op krijgt. En dan als hij er eenmaal op zit, krijg je hem er weer moeilijk eraf. Dus ik vind het dopje niet goed functioneren. Hij begint een beetje traag te lopen, want het is al wat oudere lijm. Een beetje ingedroogd, merk ik. En meestal deden wij vroeger als timmerman een beetje water erbij. En dan, kijk, op dit dopje, dat is kloten. Op z'n Hollands gezegd. En het rammelt, dus helemaal luchtdicht is het dan ook niet. Nou, is dit vrij stugge lijm nu geworden. Dan ben ik benieuwd of hij dat dan doet. Is dit een opening? Kunnen we proberen. Dan zou je dat zo moeten omkeren en dan moet het lopen. Nou, dat doet het niet. Daar is het dus te uitgedroogd voor. Gaan we toch een beetje water erbij doen en kijken, een beetje goed schudden dat het weer een beetje vloeibaar wordt, want dat is wel de voorwaarde.
zo. Dit hierop. Dat doet hij niet. Ik denk dat hij dicht zit. En hij druppelt wel na. Maar doe je hem zo. Dan gaat het vrij redelijk. Dingetje erop. Dus natruppelen doet hij wel, maar dan sta je hem wel ondersteboven te houden. En nou heb ik het net een beetje verdund, dus dit is hartstikke dun. Dus ik moet wel, misschien, die lijm moet wel een goede substantie hebben. Kijk, en dan zit het natuurlijk aan de onderkant, ja. Goed mengen. Eens kijken of ik de rest er ook nog in doe. Want het is natuurlijk hartstikke stug. Kijk, dat was het probleem, dat het niet loopt. En nu is het natuurlijk, ja, kijk, het wordt, nou nee, als we met een kwastje doen, overbrengen, maar ja, daar sta ik weer een hele poos te knoeien, laat ik dit maar even, goed. Dit is in ieder geval meer afgesloten dat het niet kan drogen. Ja, anders functioneert dat hele ding natuurlijk niet. Dus ik ben benieuwd in de praktijk of dat ook zo blijft. Want zo vaak komt het niet voor dat ik leem. En ik ga gewoon die oude pot eerst opmaken met een kwast als het nodig is. Of even overhevelen als ik meer nodig heb. En dan, dat zie ik dan wel. Ik laat deze even staan. En als ik een klus heb waar veel gelijmd moet worden met verschillende stukken, gebruik ik gewoon deze. Het lijkt te lukken. Ja, maar of ik het echt nodig heb, dat is de vraag. Het is een klein probleempje met een aardig dure oplossing. Je hebt deze nog kleiner. Maatje kleiner en je hebt hem nog groter. Dus je hebt hem in 3 maten. Ik heb de gemiddelde maat gekozen. En daar ben ik wel blij om, want het is ongeveer deze maat. Die gemiddelde maat. Dus dat vind ik groot zat.